Johan Wallem, ja, de dag na de zege tegen Brakel, een zege die wel wat vertrouwen geeft voor het team. Ja, die doet deugd, zeker aan iedereen, denk ik. Hè. Spelers, staf, supporter, club, iedereen wou winnen tegen Brakel. Dat hebben we gedaan. Zoals altijd, iets moeilijk in het begin en daarna veel beter. Ja, 5 doelpunten, dat is ook belangrijk, dat we ook meer dan 1 keer scoren ook. Ja, en ik denk dat al die mensen die hebben gescoord op acties en mensen van die spelen in aanvallende positie. Dus dat wil zeggen, ja, eindelijk, dat heeft gewerkt. Ja. Nu, de loting is ook al bekend, we spelen tegen Anderlecht. Ben je tevreden met die loting? Ik denk het wel. Iedereen moet tevreden zijn met zo'n affiche. Ik denk dat voor de beker dat kunnen we niet meer vragen dan zo'n wedstrijd hier thuis. Nu, voor de competitie dan, we spelen thuis tegen Genk. Hoe kijk je naar die wedstrijd? Maar ik zou graag bevestiging krijgen van mijn spelers van de tweede helft van tegen Brakel. Dat wil ik en ik hoop dat we zullen de 3 punten hier nemen, want we zullen alles doen om eerst voetballen en proberen te winnen. Nu, het is wel belangrijk dat we punten nemen om die aansluiting naar de ploegen boven ons wat te behouden. Hè? Maar het doel is altijd proberen te winnen. Jammer genoeg voor ons, ook voor jullie weten, was zo niet tegen Oostende. Het is niet gelukt, maar nu zijn we thuis tegen een grote ploeg. Genk is een grote ploeg, maar we hebben ook, denk ik, kwaliteit om iets goed te doen. Ja, nu op Oostende was het positief. Er is ook heel wat meer diepgang in het spel. Ook. Dit kan een vervolg krijgen. Ja, maar ook meer spel, denk ik. Eindelijk durven ze of beginnen ze te voetballen zoals ze kunnen. Ja. Nu, Genk is een sterk team, zeg je. Ja, het loopt beter voor hen ook in de competitie. Het is een team dat geëvolueerd is in de competitie ook. Logisch. Ze hebben veel kwaliteit, individuele kwaliteit. En ze hebben ook een nieuwe trainer, nieuwe spelers. Dus het is alleen maar logisch dat ze groeien.